Ja, sommigen kennen het misschien wel en sommigen misschien ook niet. Maar ja, zoethout, hè, daar werd vroeger heel veel op gekauwd. Dat was een soort snoepje, zeg maar. En zoethout is een geweldig mooi product. Het is niet alleen lekker om op te kauwen, maar je kan het ook heel goed combineren met varkensvlees. Mooie extreme qua smaken. Ja, we zijn hier bij Brouwerij de Molen. En wat ze één goed ding goed kunnen, is natuurlijk combineren van hele mooie smaken waarvan je denkt van, hé, kan dat? Gaan wij ook doen. Varkenshek met zoethout en nog wat andere kruiden. Ja, kijk, ik heb hier de ingrediënten voor de rub klaarstaan. Ik heb hier pimentbolletjes. Die kan je gewoon bij de supermarkt kopen. Ik heb hem bij de supermarkt met het blauwe gekocht, met zo'n wit dingetje erin. En hier heb ik peper, zwarte peper, zout en zoethoutpoeder. En dat is echt lekker. En dat is dus dit, maar dan verbalen, de wortel. Dit gaan we combineren. Even kijken of ik daar wat moois voor heb. Werkt het met een vorkje? We zullen het zien. Dus dit mixen, die peper. En dan hebben we hier pimentbolletjes. Die gaan we even malen. Het heeft een beetje aards smaakje, piment. Je zou het kunnen vergelijken met, het komt een beetje in de buurt van, kruidnagel. En de cameraman die is natuurlijk ook al een beetje, Matthijs, je bent ook in de brouwerij geweest. En ik vind, een beetje als je dit ruikt. Ja. Alsof je in de brouwerij bent weer een beetje. Dus wat dat betreft matchen al die smaken weer perfect met elkaar. Nou, als dit een beetje zo fijn is, hoppakee. Basja, hoe kom je nou bij deze smakencombinatie? Nou ja, eigenlijk een beetje geïnspireerd door de brouwerij zelf. Hè. We zijn hier natuurlijk al een keer geweest om een sneak preview te krijgen wat ze allemaal doen. Dat is geweldig. En hun filosofie is om zeg maar, extremen bij elkaar te brengen. Hè. Dus kruid en koek. Dingen waarvan je denkt, oeh, past dat in het bier? En ik heb veel al mogen proeven en dat is echt geweldig. En nou, dat meegenomen in het proces dacht van, ja, wat kunnen we doen? En zodoende ontstaan dit soort leuke creatieve ideeën. Dus, ik ga proeven straks. Ja, is geweldig leuk om te doen. Ik ben wel benieuwd. Ja. En een lekker biertje, we moeten wel bij, hè, straks. Ja, dat biertje gaan we straks wel bij proeven. Het ligt al klaar. Dus, ja, dit zijn andere. En zo meteen komt Jan Willem met de kruid en koek onze kant op. Ik heb hier Iberico varkenshek. En het mooie van Iberico varken is dat het gewoon mooi gemarmerd is. En een beetje wat vet heeft. Dus wat dat betreft een heerlijk product om lekker op een mooie temperatuur te garen op barbecue. En ik denk, als je toch met kwaliteit bezig bent, dan ga ook voor kwaliteit. En Iberico vind ik persoonlijk een mooie kwaliteit. Zo, dan gaat hij erop. Mooi, ik heb hier een thermometertje. Hoeveel graden heb je hem nou ingesteld? Ja, 160 graden. Oké. Hij ligt al in, dus hij is een beetje heet, die thermometer. En hoe lang gaat hij erop? Ja, ik denk een 3 kwartier zo'n beetje. En dan, kijk eens, dat is wat ze willen horen. Oh, hey. Deze gaat in de kern. Lijkt niet zo... Hoppakee. Voilà. Bastiaan, zullen wij anders zo even een kijkje gaan nemen in de brouwerij? Is dat een idee? Ja, want zoals al zeiden, kruidenkoek is het biertje wat we gaan drinken hierbij. Dus richting de brouwerij die kant op. Gaan we eens even kijken hoe Jan Willem dat allemaal regelt daar. Zo, op naar deel 3 van het brouwproces. En het grappige is, kom even. Ik zie hier prinses Leia en Han Solo. Dus ik ben even benieuwd wat dat is. Jan Willem. Hij is daar al aan het tappen, zie ik. Ik vraag het zo meteen wel. Jan Willem, wat ben je aan het doen? Je bent al aan het bier? Het is nog geen bier. Nee? Het is de wort. We zijn hier de wort aan het koken. En dat is zeg maar een belangrijke stap om zeg maar, de bitterstoffen in de brouwsel op te lossen. Ja. Eiwitten te doen uitvlokken, onedele substanties uit te drijven. Dat is een belangrijke stap. Ja. Dat doen we door middel van een wortkoker met een externe buitenkoker waarin zeg maar, het rond wordt gepompt om heet te maken. Ja. En hoe heet wordt het? Nou, dit gaat gewoon 100 graden. 100 graden, oké. Ja. En dan zie je dat er een lichte troebeling in zit. Dan zit het niet erg. Je ruikt een beetje stro-achtig. Ja. Hè, maar heel zoet. Het ruikt wel echt lekker hier sowieso de brouwerij. Ja, goed. Ja. Ja. Nou, en na dat proces, een goed uurtje hebben gekookt, wordt die gekoeld. Dan hebben we hier een warmtewisselaar. Ja. Die zeg maar de hete wort terugkoelt naar de desgewenste temperatuur om uiteindelijk de vergisting te kunnen starten. Oké. Ja, en de kruidenkoek is een bier. Met echt kruidenkoek, hè? Ja. Speculaas, een beetje kaneel, nootmuskaat, soort kruiden erin te brengen. En daarmee met ook zeg maar, de donkere mout een hele mooie diepe smaak te creëren. Precies, ja nou, dat past natuurlijk perfect bij het gerecht wat er aan bereid zijn. Een mooie varkenshek, daar overheen gaat een
Eigenlijk een soort rub met zoethout, ja. Zoet, kruiden. Ja. Er zitten pimentbolletjes zitten daarin, dus dat sluit natuurlijk weer, weer perfect aan bij het biertje. Maar ik heb nog één vraag. Ja. Als je even, ik heb, er viel bij namelijk wat op, is dat als je hier kijkt, is dat ik hier hele mooie afbeeldingen zie van Star Wars. Ja, ja. Hebben die nog een mooie betekenis in de brouwerij? Toen de tanks destijds in bedrijf werden genomen, was de voormalige eigenaar van de brouwerij een groot Star Wars fan. Ja. En die heeft besloten de tanks allemaal Star Wars helden namen te geven. Dus Prins Leia, Han Solo, ze hebben allemaal zeg maar, hoofdfiguren in de Star Wars. Geweldig. Kijk eens aan, een mooi beetje van de brouwerij De Molen. We gaan weer aan de slag met het eten buiten. Dank, ik zie het biertje wel weer verschijnen. Ja, lekker eten zo meteen. Bas, we zijn ongeveer een uurtje verder. Zullen we kijken? Is hij klaar? Ja, maak hem maar open. Ja, hij is klaar. Hè? Ik had natuurlijk al even gekeken, want weten is weten. Hij ziet er mooi uit. Ja, geweldig hè. Lekker mooi op temperatuur en de juiste kleur die we willen hebben. Dat is mooi hè. En hier zit die zoethout op. Met de pimentkorreltjes. Ik ben ook benieuwd naar die combinatie. Ja hè. Oh, je solliciteert naar een plakje. Ja, dus ik zeg pak het mes en snij maar aan. Pak het mes en snij maar aan. Want we gaan hier natuurlijk wel wat lekkers bij drinken ook. Ik heb hier de kruidenkoek van de brouwerij De Molen. Qua naam past hij erbij. Ja, precies. Hè. Dus ook naar de smaaktonen die in het bier zitten, lopen weer richting dat zoethout en dat pimentje wat we erin hebben gestopt. Dus wat dat betreft denk ik dat heel goed gaat worden. En ja, weet je, Jan Willem heeft ons geadviseerd dat het beste biertje erbij is. Dus dan moet het wel goed komen. Dat twijfel ik dan niet aan. Toch? Onze productieassistent heeft heel leuk, moest even kijken, de zoethout erbij gelegd. Nou ja, kijk, het decor doet ook wat. Ja, precies. Maar weet je, het interesseert me eigenlijk helemaal niks, want het gaat meer om het vlees. Precies. Nou, dus leg maar weer weg. Dus even kijken. Nou, bordje, zo meteen lekker kluiven. Maar hij ziet er wel lekker uit hoor. En het is varkensvlees, dus niet te laag in het... Oeh, kijk eens. Al die sappen die eruit. Ja. Waanzinnig. Loopt je water al in de mond, hè? Ik heb het tot een kern van 60 graden gegaard. En vind ik fijn. Vind ik mooi, dan is er nog lekker, zoals je ziet, mooi mals en sappig. Wordt ook al 70 graden geadviseerd. En dan werkt het toch mooi met die barbecue, hè? Die, door het te meten. Ik ga ook even proeven. Mm. Ja. Dat is leuk, hè? Oh, en inderdaad, die smaken zijn fantastisch. Ja, want dan kom je. Ik snij even zo hier nog een paar stukjes. Want als jij dat even... Ik lik aan mijn vingers, dat is helemaal niet goed. Maar dat komt gewoon dat ik heel veel zin in heb. Bij dit vlees mag dat. Je vingers erbij af. Gaat ie. Hoor je hem iets? Ja, en... De kruid en koek. Nee. Nou, Bas, terwijl jij inschenkt, ga ik even zeggen... Wil je alle video's blijven volgen? Even abonneren op het YouTube-kanaal Fire & Food TV. Elke vrijdagochtend om 8 uur een lekkere nieuwe video. Ik denk als men dit hier ziet bij de brouwerij, en gelukkig is hier niemand, denk je dat ik hartstikke afgeschoten word met zo'n schuimkraag? Nou, maar weet je, jij bent geen professionele, hoe heet het ook alweer? En als ze dit zien, ik ben geen professionele tapper, en als ze dit zien, zit ik al lang weer thuis. Dus wat dat betreft, proost. Dan zeg je duimpje omhoog, zeg je, of duimpje omlaag? Omhoog, hè? Duimpje omhoog. Ach, heerlijk. Stop. Oeh, en lekker. Nou, Bastiaan, zullen we maar gaan? Ah, top. Super combi. Nou, wil je wat meer weten over dit biertje? Of alle andere bieren die je kan vinden bij Brouwerij De Molen? Want blijf het volgen. Het grappige is dat ze heel veel verschillende smaken blijven ontwikkelen. Dus niet denken, oh, kijk een keertje, dat was het. Vaak terugkomen, dan weet je wat ze doen. Brouwerij De Molen. .nl. Daar vind je het. Nou, Bastiaan, we gaan lekker eten en drinken. We hebben nog een kilootje.